Jongens, welkom bij een nieuwe Content Veen video. Vandaag staan wij weer in het prachtige Content Veen, oftewel mijn Minecraft Survival. En ik wil de video beginnen bij het museum van Alfred. Want vorige video hadden wij een spannende achtervolging. Wat gebeurt hier, jongens? De dief is er. De dief is er, jongens. Oh my days. Gewoon op hete daad betrapt. En het is niet Fred. Je kan niet voor eeuwig rennen. Blijf nou staan. Hallo. Je kan letterlijk niet voor eeuwig rennen. Waar ben je? Oh, waar ga je heen? Waar ga je heen? Dus vandaag wil ik even kijken of we daar een beetje onderzoek naar kunnen doen, jongens. Ik wil weten wie de dief is. Ik wil weten wie het museum van Alfred heet aan het beroven is. Dus laten we even kijken of we een beetje... Mijn spulletjes die zijn er natuurlijk al uit. Of we een beetje kunnen gaan oriënteren hier. Ik zie dat Alfred zijn deurtje open heeft laten staan. Dus misschien... Ik weet niet of hij er is. Hallo, Alfred? Volgens mij niet. Misschien kunnen we even een beetje stiekem rondneusen hier. Want heel veel mensen in de reacties, jongens, jullie hebben allemaal tips gegeven over wie het kan zijn. En weet ik van wat jullie... Sommigen zeiden zelfs dat Alfred het zelf was. Vond ik een beetje gek, want waarom zou hij dat doen, weet je? Maar misschien kunnen we wat achter zijn computer vinden. Ik weet het niet. Want hij is wel de kleinzoon van Frederik, jongens. Dus het is wel verdacht. De camera's waren overigens allemaal een beetje corrupt gegaan. Dus we konden niet de camera's terugkijken, behalve die. En die is in de kluis. Maar ik mag nooit in de kluis kijken van Alfred, jongens. Dat is nooit toegestaan. Kijk, al zijn goud is gestolen van Alfred. Dat is zielig. Maar hier mag ik nooit kijken. En ik wil zo graag weten wat er achter deze muur zit. Wat er in deze kluis zit. Maar dat mag maar niet. Ja, ik weet niet, jongens. Ik weet niet hoe we dit gaan doen. Wat we gaan oplossen. Hallo, Fred. Hallo. Wat doe je hier? Het is een crime scene hier, Fred. Je bent hier op een scène waar wederom is ingebroken. Ik hoorde het van mijn baas. Trex, heeft Alfred deze serieus... Oh, er staat T-Rex. Oh, maar deze. Ik dacht Trex. What the fuck is een Trex? Maar ik snap hem al. Maar, ja, sorry. Hoe heet het? Je hoort het van je baas? Ja. Je hoort het van de burgemeester? Ja. Hij weet dat er weer een nieuwe inbraak is? Ja. Oeh, dan ga ik even naar de burgemeester toe. Hij is ermee bezig, Hij is ermee bezig. Oh, dan ga ik even naar hem toe. Goed dat je dat zegt. Weet je, kan ik een afspraak... Ik kan wel even een spoedafspraakje maken. Ja. Ah, top. Daarvoor moeten we voor een of andere reden naar het rechthuis, jongens, hier. Maar klik op de bel. En dan gaat hij, let op. Waarmee kan ik je helpen of zo? Hallo. Hallo. Hey, ik wil graag een afspraak aan de burgemeester. Spoed. Oké, moment. Oh, ik denk dat was het. Mag jij heen? Oh. Moment. Ja, prima. Neem je tijd. Neem je tijd. Stop, wat doe je nou? Waarom is hij met die deur al bezig? Oh mijn god, dit is de... Oh, wat doe je? Wat? Gelukt? Gelukt. Top, kan ik er een? Ja. Yes, dankjewel. Nou, dan ga ik snel naar de burgemeester. Tot zo. Tot zo. Laten we maar even snel naar die burgemeester gaan, jongens. Laten we vliegen. We hebben spoed. Zijn we sneller. Nou, ik hoop dat die burgemeester gewoon tijd heeft voor me. Hij is altijd bezig en altijd, hij probeert altijd beter te zijn dan ik. Het is vervelend, man. Ik bedoel, hij is burgemeester, ik ben koning. Het is een soort oneindig duel. Nou, daar zijn we. Hallo, ik weet niet hoe je dit doet. Ik weet niet hoe je zo snel altijd... Wat is dat? Is dat? Dat is de dief. Hey, waar sta je voor, Fred? Wat is dat? Dat is Fred. Fred, ga eens aan de kant. Nee. Dat is hem. Waarmee dat kan is de ik dief. Je helpen? Waarmee? Ik had een afspraak. Die heb ik letterlijk net bij jou gemaakt. Dat loopt u nog door. Oh mijn god, dat is de dief. Ik zie het ook. Fred, doe nou niet. Jongens, dat is de dief. Ik weet het zeker. Ik herken hem. Wat is dit nou weer? Wat is hier? Er zat... Hè? Wat is dit nou weer? Oh mijn god. Wanneer lampen aanstaan, niet gebruiken. Maar de lampen staan uit. Wacht even. Laten we eens naar de burgemeester gaan. Hallo? Hè? Kijk, hier is hij, jongens. Hier is hij. De verdachte. Oh, maar dit is hem. Dit is aan de vorige aflevering, jongens. Deze gast heb ik gezien. Nog één flashback. Wie is dit? Draai je om. Draai je om. Ik wil je gezicht zien. Wie is dat? Ik zag het niet. Hey! Hey! Hey, kom hier. Dit is hem gewoon. Ik weet het zeker. Oh, maar nu kunnen we... Je kan zijn gezicht niet goed zien. Oh, ik hoor een pingeltje. Oh. Oh, het is een lift natuurlijk. Goedemiddag, burgemeester. Een hele goede middag. Hallo, ik kom hier met spoedzaken. Ja, ik hoorde dat ik een spoedafspraak had. Dus ik ga heel even naar mijn kantoor. Een momentje. Ik kom zo bij jou, want jij hebt waarschijnlijk geen spoed. Let op. Binnen. Hallo, ik had een spoedafspraak. Dat meen je niet. Ik meen het. Hey, die verdachte daar. Ik heb een achtervolging met hem gehad. Ik weet dat het een snelle man is. En ik wil vandaag met jou praten over hem. Want onze stad moet veilig... Niet onze stad. Mijn stad moet veilig zijn. Je begint er steeds maar aan te wennen, hè? Nee. Mijn stad moet veilig zijn. En die verdachte daar, die moeten we tegenhouden. We moeten hem stoppen. Het is mooi dat je erover begint. Want de zaak heb ik eigenlijk al onder handen genomen. Bekeken. Camera's, beelden in ieder geval opgevraagd. Ja, die waren corrupt. Niet voor mij. Hoezo niet voor jou? Alfred heeft gezegd dat hij corrupt was. Ja, ik heb bestanden tot...
Maakt niet uit. Ik heb in ieder geval de ja? gedachte in beeld gebracht. Ik heb contact opgenomen met een privédetective. En, ja? Hallo, ik zit hier. Ja, sorry, ik ben afgeleid door uw zoontje. Dievenhuisarrest. Hoe doet hij het op school? Niet goed, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Oké. Ik heb in ieder geval een privédetective ingeschakeld. Die gaat in ieder geval de zaak oplossen. Daar ga ik zo meteen eigenlijk ook naartoe. Wacht. Maar ja, we hadden hier vroeger een Frank met een politiebureau hier zitten. Kunnen we hem niet hierheen halen? Had jij die geregeld toen? Ik had Frank. Nou, Frank was er gewoon ineens. Oh, en die zaak heb je toen met hem opgenomen. Welke zaak? De zaak van toen. Ja, de zaak van toen, ja. Ja, daarom is die mislukt. Ik snap het al. Nee. Maar kunnen we hem niet hierheen brengen? Dat, dat jij hem op gaat halen of zo? Want je gaat erheen, zeg je? Ja. Is het ver? Ja. Kan ik mee? Ja. Oh, dat ging makkelijk. Hoe heet hij? Weet ik niet. Oh. Hij is privé. Oh, hij is privé. Ik heb hem op het internet gevonden. Ik moet mezelf ervoor gaan stellen. Dus we gaan erheen en dan gaan we hem de zaak uitleggen over deze. Neem je deze poster ook mee? Of... Ja, natuurlijk. Ja, oké, dan gaan we dit aan hem laten zien. Heb jij enig idee wie dit is? Herken jij het? Of... Nee, nog nooit gezien. Hij heeft wel jouw ogen, moet ik zeggen. Alleen, ja, hij heeft wel jouw ogen. Ben jij het niet? Nou, hij heeft geen wenkbrauwen trouwens. Hij heeft volgens mij geen... Nee, hij heeft geen wenkbrauwen. Dan ben jij het niet. Of het zijn nepwenkbrauwen. En geen snor, inderdaad. Doen? Ja, weet ik niet. Weet ik veel. Nou dan. Het is allemaal goud. Het is heel veel geld wat er is gestolen in het museum. Ik heb al genoeg goud. Ik neem even de poster mee. Ja, neem jij de poster maar mee. Hé, wat zit hier boven? Sinds wanneer zit hier de verdieping boven? Nou goed, weet je wat het is? Ik heb hier wel een heel mooi plekje met heel veel glas en luxe. Ja, ik weet dat je wilde uitbreiden naar boven. Dat had je me uitgelegd. Maar precies, is dat toch nou, gebeurd? Ik heb... Wat? Nou ja, ik heb boven een nieuwe verdieping laten bouwen. Ik heb een lift laten bouwen. Mag ik kijken? Ik heb gewoon een heel nieuw kantoor. Dat mag wel even, ja. Oeh, gaan we met de lift, dat vind ik leuk. Even kijken nou, hoor. Zet jij maar aan. Zo. Hoppakee. Hij doet het niet. De deur gaat wel dicht. Hallo? Zitten we vast? Hallo? Ik wil niet vastzitten. Niet met jou in de lift. Moet je niet het knopje omhoog? Oh, hij doet het. Daar gaan we. Oh, gaan we al. Hoeveel verdieping omhoog moeten we? Is het zo hoog? Hallo? Is het zo ver? We hangen weer vast. Oh, nee! Heb je een alarmbel of zo waar we op kunnen klikken? Oh, hij doet het alweer. Ah, top. Jemig, wat een lange lift dit, al zeg ik het zelf. Je bent ook echt lekker aan het vibe op de muziek. Hey, we zijn er. Top. Gaan de lichten dan ook aan? Gaan die ook werken of is dat niet een ding? Oh, we zijn er al maar. Maar dit is gewoon... We zijn stil blijven hangen. Wat is er dan voor pretslift? Nou, dat komt de volgende keer wel. Nee, dit is wat zeggen. Hij lijkt wel heel erg op de eerste verdieping, maar dat is de eerste verdieping. Ja, nou, de lift is helemaal kapot. Fred, ik wil graag dat je de lift maakt. Waar is ik Fred? Moet weg. Fred is er niet. Waarom is die man toch ook altijd weg? Waarschijnlijk is hij nu weer in het rechthuis. Je laat hem ook op twee plekken werken. Die man kan alles. Waar gaan we trouwens heen? Wat gaan we nu doen? Het is avond. Zie je, het is donker buiten. Het leven van de burgemeester gaat niet alleen maar over dag. Het gaat de hele dag door. Zou jij eens moeten wennen aan dat luizenleventje van je? Luizenleventje? Alles wat je hier ziet heb ik gebouwd, man. Deze hele stad is gewoon... Maar ja, ik ben in ieder geval nog de baas. Dat heb ik je toch al verteld. Hoezo? Gaan we die discussie nou nog een keer starten? Hou op. We gaan. Nee. We gaan. Die burgemeester maar een beetje vreemd. Het hele kasteel daar, de hele stad hier heb ik gebouwd, joh. En hij komt hier binnen en doen alsof hij de baas is. Ik weet trouwens niet eens waar we heen gaan, maar we kijken wel gewoon. Jemig, jongens, die burgemeester is snel. Op een gegeven moment ging hij gewoon letterlijk, ik zweer het, ging hij rennen. Maar hij is hierheen gelopen, ik weet niet waarom, maar er staat daar wel... Oh mijn god, wat is dit? Oh mijn god, wat is dit mega groot. Meneer de burgemeester, Florian. Dat was de naam, toch? Ja, vertel. Dat was Floris. Nee, Florian de Grote. Oh, Florian, ja, wat is dit? Waarom is dit zo groot? Wat gaan we doen? Dit is de burgemeester's koets. Dat snap je toch? Heb je die als koning gehad? Dat nee, natuurlijk niet. Nee, dat snap ik. Maar, wacht even. We gaan hierin gaan we naar de privédetective. Ja. Oh mijn god. En hoe lang is het reizen dan? Even kijken, hoeveel paarden hebben we? Vier. Vier paarden. Anderhalve dag, denk ik. Anderhalve dag! Oh mijn god, kunnen die paarden deze megakoets wel voortrekken? Weet je hoe groot het is? Daarom zeg ik ook anderhalve dag. Anderhalve dag, niet te geloven. Hé, ik zou zeggen, laten we gaan. Ja. Ja, dus ik kan hier naar binnen? Ja, dat kan. Ik kan je wel eerst wel even laten zien hoe en wat. Oké, ja prima. Er is één bed, die is voor mij. Oké. Een verrekijker, ook van mij. Ja. De computer, daar staan ook mijn gegevens op, dus daar wil ik ook niet dat je eraan zit. Oké. Dit zwaard niet pakken, is een pronkstuk. Oké. Dit gordijn laat je ook hangen. Ja, ik kan je wel onderdoor kijken, dus als je gaat slapen, dan kan ik je wel zien. Nou, niet kijken dan. De planten niet water geven. Nee, ik kon het goed. Mag ik überhaupt wel waar jij mag adem? Zitten, is hiervoor. Mag ik niet binnenkomen?
Jawel. Maar mag ik überhaupt wel iets... Maar ik mag niks aanraken verder. Nee. Veel te duur, veel te luxe voor jou. Veel te luxe? Heb je mijn kasteel wel eens gezien? Ben je wel eens binnen geweest in het kasteel? Mijn kasteel. Mijn kasteel? Goed. Voordat we gaan, moeten we... Ja? Moet je, kijk, eten, dat mag allemaal mee. Maar de rest van de spullen, die moet allemaal hier blijven. Oh, want, nee, maar nee. Dat gaat altijd fout. Elke keer als ik mijn spullen af moet geven... Of dan heb ik een achtervolging, kan ik niet snel zijn. Of ik raak mijn spullen kwijt. Of het wordt gestolen. Het gaat nooit... Goed, en ik heb het gevoel dat het nu ook niet goed zou gaan. Dan hopen we er maar op dat het wel goed gaat. Het moet toch echt. Dus waar wil je dat hebben? Mijn spullen. Ja, zeg het maar hoor. Ik heb mijn spulletjes hier. Ik zal alles wel fijn. Oh, mijn lighter is toch stuk. Ja, goed. Kijk, wie heeft het licht net gedaan? Ja, dat is de ding is op mijn kop. Laat daar zo licht staan. Het gaat eraan. Top. Even kijken. Ja, wat lach je nou? Ja, sorry. Ja, maakt niet uit. Goed, die spullen wat je zegt, die... Ja? Oké, ze mogen wel mee. Dan doen ze hier achterop maar in de cover. Dan mogen ze wel mee op zijn minst. Oh, ik wou het zeggen, anders gaat het 100%. Dan komen we daar weer aan bij de privédetective. En dan zie ik het wel weer. Dan heb ik mijn spullen nodig, maar heb ik ze niet bij me. Alles? Moet ik echt alles weghouden? Ja. Behalve mijn eten. Ja. Oké, ik heb alleen nog maar wat eten bij me. Dat is gewoon voor onderweg. Mag ik de lantaarns ook op mijn kop houden? Nee. Die moeten ook af. Ja, anders trek ik het beest aan. Ik hou wel eentje bij me in verband met stel, ik moet even een keertje afstappen. Dan heb ik op zijn minst nog één lantaarn bij me, oké? Dat is prima. Dat is prima. Nou, ik heb die lantaarn in mijn hand. Hoppakee, zo. Ik heb alles achter in de kist. Is het wel veilig hierachterop? Gaat het er niet afvallen? Nee, het zit er al jaren op, dus... Je weet het zeker? Nee. We gaan... Wie gaat de koets besturen? Automatische piloot. Automatische piloot. Nou, prima. Ik wacht gewoon hier. Heb je het hekje dicht gedaan? Heel goed. Het hekje zit dicht, inderdaad. Wil je dat ik nog iets doe? Ik zal wel even de stoel pakken voor je. Ah, top, dankjewel. Hij gaat wel even een stoel voor me pakken, dat ik hier even buiten kan zitten. Ik hoop niet dat ik de hele tijd buiten moet gaan zitten, jongens. Met deze rit. Ik wil ook gewoon even af en toe naar binnen kunnen. Heb je stoel? Waarom is het zo'n roestige stoel? De koets is al lang niet meer gebruikt. Maakt dat niet uit. Ik ga lekker zitten voor hier. Ik vind het helemaal prima. Zo, we gaan vertrekken. Nou, helemaal top. Het is tijd. We gaan. We gaan. Wat heeft die burgemeester eigenlijk allemaal op zijn computer staan, jongens? Ik ben inmiddels even naar binnen gekropen, al een tijdje, zeg ik het zelf. Maar ik kom er maar niet achter. Ik weet niet eens hoe dit werkt. Oh mijn god, hij is wakker. Hij is wakker, het is ook ochtend. Goedemorgen, meneer de meester. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen zeggen. Ik was niet met uw laptop hier bezig of zo. Kijk, het is ochtend, lekker zie je. De zon komt net op. Maar, ja, dat betekent dat u goed heeft geslapen. Ja, je weet ik niet. Oh mijn god, inderdaad. we staan inderdaad stil. Hoezo staan we stil? Meestal slaap ik lekker door het lekkere geluid van... Ja. Maar, dat hadden we nu niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet eens door dat we stil stonden. Ga aan de kant. Hoezo, aan de kant? Rustig aan. Oh, wat is er aan de hand? Oh nee. Wat heb je gedaan? Oh nee. Hoeveel paarden hadden we nou? Ja, wat denk je? Dit zijn er niet vier. Dit zijn er niet vier, Florian. Dit zijn er twee. Waar... Oh mijn god, waar zijn die andere twee? Wat is er misgegaan? Oh mijn god. Het zijn twee leads. Nee. Oh mijn god, Florian. Hoe kan dit? Waar zijn die paarden heen? Wat voor materiaal heb jij? Hallo, dit is jouw koets. Het beste van het beste. Het beste van het beste. De zoeken. De touwen zijn losgeschoten. Hoezo? Echt, jij gaat lekker naar binnen. Je zoekt het maar uit. Ik ga die paarden niet zoeken alleen. Oh mijn god, ze gaat helpen. Zie je iets? Zie je al paarden of... Nee. Jij. Het is... Nee, ik zie helemaal niks. Het is één grote... Waar zijn we überhaupt? Jij gaat die kant op, ik ga deze kant op. Hoezo? Wacht even, waar zijn we? Weet ik dat veel? Florian, de paarden zijn losgeschoten. De kabels of de touwen die de paarden hadden zijn losgeschoten... waardoor de koets stil is komen te staan. Vandaar dat we niet verder zijn gereden. Ik heb het eerlijk gezegd niet eens doorgehad. Ik was binnen met die laptop bezig. Ik heb niet doorgehad dat we stil stonden. Laten we kijken of we iets kunnen vinden. Ik heb hier een grot. Oh mijn god, is een creeper. Oh, ik heb geen spulletjes. Dit is precies wat ik bedoel. Ik heb geen spulletjes. Oh, die creeper zit achter me aan. Oh nee. Oh nee. Oh, wacht, ik heb een idee. Als hij ontploft, dan valt allemaal zand op hem. Zie, kan ik het zand in laten storten op hem. Hier, kijk. Zo. Oh, kom maar, creeper. Nee, kom maar in. Nee. Hier, kijk, en nu zo. Hoppakee. Oh, het werkte niet. Waar is dat stomme paard, jongens? Er zijn twee paarden vermist. Gelukkig heb ik mijn eten nog bij me. Laten we die even lekker opeten. Mijn brood had ik inmiddels al opgegeten. Misschien heeft die Florian al iets gezien inmiddels. Daar is een soort oasetje. Maar hij zei dat ik deze kant op moest. Ik hoop dat we hier dan ook echt iets vinden. Oh mijn god, daar is hij. Oeh, die moet ik voor oppassen. Daar is hij, jongens, daar is hij. Ik zag hem ineens. Hij was ineens binnen mijn render distance, waardoor hij hem gewoon poep op zag ploppen. Oh, daar is hij. Meneer het paard, dankjewel.
kom even, Florian is daar aan het zoeken, jongens. Die is daar druk bezig. Meekomen, we hebben de eerste paard gevonden, jongens. We hebben het allereerste paard gevonden, gelukkig. Want ik wil zo snel mogelijk door. Waar zijn de andere paarden? Oh, die waren nog niet in mijn rennen distance. Kom mee, we gaan jou meenemen. Ik wil zo snel mogelijk die privédetective meenemen naar de stad, jongens. Want dan kunnen we zo snel mogelijk dus het probleem van het museum oplossen. Hoppakee, kijk. Blijf jij even lekker hier, dan gaan we het andere paard zoeken. Even kijken of Florian al iets heeft gevonden. Meneer de burgemeester, Florian, de grote. Ik noem hem ook gewoon burgemeester, maar het is ook gewoon etter. Heb je iets al gevonden? Of nee. Je bent druk aan het zoeken, maar het is ook zo groot. Ik heb er eentje gevonden. Oh, echt waar? Ja, kijk, daar staan, je ziet misschien dat jij ze ziet. Ik kan ze vanaf hier niet zien, maar er staan er nu drie. Ja. Dus, wat doe je? Maakt niet uit. Zoeken. Ja, jij gaat toch ook zoeken? Ik ga ze toch niet allebei vinden, man? Hé, wat doet zulke blokken doen hier? Ze is weer niet spannend hier. Maar, weet je nog of het ver is? Want jij weet natuurlijk waar we heen gaan. Ik heb echt geen idee waar we heen gaan, maar is het nog ver? Dan moet ik eens heel even bekijken. Je hebt een kompas bij je, dus je weet wel waar we heen gaan, toch? We gaan niet verdwalen, neem ik aan. Nee, natuurlijk niet. Ja, oké, en hoe laat is het? Ja. Dat kan je in de zon zien. Nou, hij heeft wel survival kennis, jongens. Wat ga je doen? Wat doe je? Ja, het is nog een paar uur. Een paar uur. Oh, dan moeten we maar gauw dat stomme paard vinden in de hoop dat we gewoon eventjes snel door kunnen. Dat we letterlijk zo snel mogelijk door kunnen, jongens. Want als het alleen maar lang duurt met dat paard vinden... Oh, daar heb ik zo geen zin in. Waar is dat stinkbeest? Hallo? Heeft hij een naam? Gevonden. Ik ben geen paard. Gevonden. Ja, je kan gevonden zeggen, mij aankijken, maar ik ben geen paard. Of is het daar beneden? Gevonden. Maar daar ben ik al geweest. Oh, dan had ik hem niet specifiek gekeken. Ah, daar is hij inderdaad. Ik ben er overheen gesprongen. Hoe gaan we dit doen? Mooi. Wacht, ik kan hem meenemen. Oh, ik ben in het water gevallen. Ik neem hem wel mee deze kant op, zo. Als het niet... Oh, dat gaat... Nee, dat duurt niet te lang. Kijk, ja, je gaat het eruit. Hoppakee. Nou, jongens, het laatste paard is gevonden. Dat betekent dat wij onze missie naar de privédetective gewoon door kunnen zetten. We kunnen hem voortzetten in de hoop dat die paarden... Dat de kabels gaan we extra strak vastknopen deze keer. In de hoop dat ze niet nog een keer losschieten. Florian is... Ja, die is waarschijnlijk alweer daar inderdaad, de burgemeester. Die is alweer met de paarden bezig. Weet ik veel wat hij aan doen. Dus ik maar die paarden tillen. Ik maar die paarden meeslepen en zo. Ik ben er tenminste... Ik werk tenminste nog, jongens. Geef je ze lekker eten? Ja. Ik heb hier de laatste. Die zou ik weer vastknopen. Hoppakee. Zo. Knoop je ze even extra goed vast deze keer. Ja, kijk wel. Hoezo kijk wel? Ik wil niet nog een keer. Als die paarden nog een keer losschieten, mag jij ze zoeken, hè? Oh, hallo. Oh, hallo. Dan mag jij ze zoeken. Nou, stap naar me op. We gaan weer. Ja, prima. We gaan. Mag ik alsjeblieft binnen zitten? Nee. Oh mijn god. Ik ga weer slapen. Wat zonde van de tijd, maar laten we gewoon doorgaan. En dan zie ik jullie wel op het moment dat we bij de privédetective zijn. Florian, het begint wel erg weer te worden, hè? Of niet? Ja, nou ja, hoort een beetje bij de reis natuurlijk, hè. Ben je niet bang dat de paarden het niet kunnen redden? Nee, ja, nou, die zijn wel wat gered, joh. Ik ben oprecht bang met dit weer dat het fout gaat, Florian. Je mama erbij hebben. Nee, hoezo mijn mama? De bliksem slaat. Kijk dit, die bliksem is bijna op ons. Oh, dat is nog echt gaat zitten. Florian, wat gebeurt er? Ja, nee, Florian, ja, we kanten een beetje, maar ja, als het goed is, het ook nog wel goed. Rustig blijven. Oh my days, wat is er gebeurd? Oh mijn god, wat is dit voor weer? Waar is de kar? Waar is de kar? Florian de burgemeester? Oh, nee. Oh mijn god, jongens. Er ligt over. Wat is dit voor puinhoop? Ik wist het. Ik wist dat dit fout zou gaan. Waarom? Ik zei nog tegen hem, die storm is te erg. Nee. De hele kar is een stront gewoon. Florian, waar ben je? Ik ben er nog op tijd uitgesprongen, maar de kar, het stortte in. Het ging helemaal fout gewoon. Het ging helemaal fout. Oh, daar is licht. Florian, ben je daar? Oh mijn god, jongens, ik moet naar beneden. Ik ga heel voorzichtig even naar beneden. Ik ga even kijken. Oh, de burgemeester, jongens. Het bliksem en het storm. Oké, als ik hier naar beneden spring, dan red ik het. Oeh, dat ging net al goed. Oh my days. De hele kar is gewoon aan stront. Waar zijn de paarden? Ik denk dat de paarden de val niet overleefd hebben. Oh, maar wat is dat? Hoe lang ben ik blijven liggen? Wat is dit? Wat is er gebeurd? De kar, de computer, de laptops, de... Het bloemetje staat nog. Oh mijn god, hé. Wat is dit hier dan? Wat is dit? Florian, meneer de burger, ik zei het nog. Oh, goedenavond. We hadden moeten stoppen toen het stormde. Jij wilde doorrijden. Jij wilde zo graag doorrijden. Ja, dan waren we er eerder geweest. Maar goed, nou zitten we hier. Dan zit je met jou opgeschreven. Zit je met mij opgeschreven. Het is niet te geloven. En
Wat gaan we doen? Kijk die kar. Kijk wat er met je kar is gebeurd, man. Wat zijn de paarden? Zijn die dood? Geen idee. Oh, mijn eten is klaar. Oh, wat, hoe heb je dit zo snel opgebouwd? Ik had altijd een rescue pakketje bij. En dit is gewoon zo'n opgooibare tent, weet je wel. Oh, wat erg dit. Maar kijk dan even. Het stormt nog steeds, het regent. Wat gaan we doen? Waar zijn we? Volgens mij zijn we uit de woestijn. Het bliksemt echt letterlijk daarnet ook gewoon. Ja, kan gebeuren. Het is storm. Ik denk dat we vastzitten, eerlijk gezegd. Ik denk het ook. Oh, maar er zit met jou hier vast. Oh, dat is beter andersom. Is het niet, hier wil je wat eten? Nou, ik heb nog genoeg. Maar kijk, nu ben ik blij dat ik mijn lantaarntje trouwens bij me heb. En waar? Oh, mijn spullen. Nee, mijn spullen. Mijn spullen, waar zijn die? Oh mijn god, hopelijk zijn die hier ergens. Mijn spullen. Florian, waar zijn ze? Nee, ze zaten hier achter, maar ze zijn weg. Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Waar zijn mijn spullen? Oh mijn god, de creeper. Ah, ga weg. Oké, mijn spullen, jongens. Florian, mijn spullen zijn weg. Letterlijk al mijn spulletjes zijn weg. Al alles. Ja, mijn koets is weg. Jouw koets is weg? Ja, jouw hele koets is weg. Maar mijn spullen, Florian. Ja, nou, er zijn wel meer dingen waar we ons druk over kunnen maken dan een paar spullen. Wat gaan we doen? Gaan we even wachten tot het op zijn minst dag is? En tot de storm is gestopt? Ja, ik heb daar een dekentje voor jou neergelegd. Deze is voor mij. Maar dat wil ik niet. Dit wil ik niet, jongens. Nou, we zitten dus opgescheept en gestrand in the middle of nowhere. Samen met Florian. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan je wel een beetje om me heen kijken. Maar we gaan gewoon even rustig afwachten tot de storm is gaan liggen, jongens. Tot het dag is. En dan kunnen we daar even in de omgeving kijken waar we zijn. Misschien kunnen we de koets repareren. Als ik mijn spulletjes kan vinden, kunnen we altijd nog desnoods naar huis vliegen. Elytra zat erin. Alleen ik moet even zorgen dat ik wat XP krijg dat ik hem kan gebruiken. Vuurwerk had ik ook niet heel veel. Dus ik ben bang dat we wel echt een groot probleem hebben in verband met waar we zijn. En we zijn echt al lang onderweg. Maar voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. We gaan volgende keer gaan we het vervolg doen. Mag het wat stiller? Ik ben maar te slapen. Ik ben mijn video aan het afsluiten, Florian. Jeetje. Vergeet in ieder geval zeker niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren, jongens. Als je toch nog op dit punt in de video bent, kan je net zo goed abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content van 1.0. Heb je deze nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Het is echt een goede aanrader om gewoon even te doen. En dan spreek ik later. Gelijk, zwaar, tot de volgende keer.